Wil je dat mensen zelf op je eigen server kunnen voten? Ik ga het jullie vandaag laten zien hoe je dat kunt doen. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier dus met een plugin die je toelaat om te kunnen voten op jouw server. Heel veel mensen hadden mij dit aangevraagd. Als ik heel eventjes naar YouTube zelf ga en ik heb eventjes de reacties gefilterd op vote, dan zie ik dat het al een goede 9 maanden geleden al aanvragen van waren. Maak eens een video over een plugin waarmee je iets krijgt na een vote. Maak eens van over Votifire, een plugin die ik misschien ga gebruiken. Voor een vote dat er een commando wordt uitgevoerd. Tutorial over een vote plugin, tutorial bla 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 bla. En eigenlijk dankzij één iemand, namelijk Tim 2.0, oké, kunt u een tutorial maken met hoe je kan voten op je server en dat je dan ook een beloning krijgt van het voten. Al zou u dat kunnen doen, zou u mij heel erg helpen. En ik dacht eraan van, maar wacht, heel veel mensen hebben dit aangevraagd gehad en ik ben het gewoon glad vergeten. Dus, ik ga jullie vandaag gaan uitleggen hoe je dit kunt doen. En daarvoor heb je eigenlijk 2 plugins nodig en dat is alles. Als eerste de voting plugin zelf om te kunnen voten. En dat heet gewoon heel eenvoudig een voting plugin. Die kan je heel makkelijk afhalen met een link hieronder in de beschrijving. En ik ben precies wel heel erg wit. Ik blijf maar wit, mijn webcam heeft zoiets van nee. Dus de voting plugin haal je af en dan kun je heel eenvoudig gaan voten. Ik ga wel voor deze plugin, de voting plugin zelf, niet heel veel uitleg geven van de commando's, maar wel de hele configuratie. En om eigenlijk te kunnen gaan voten, of eigenlijk toe te gaan laten dat de votes binnenkomen op jouw server, heb je ook Votifier nodig of nu Votifier. Ik ga gebruik maken van nu Votifier. Waarom? Omdat dit de nieuwere versie is van Votifier. Deze werken allebei, maar nu Votifier raad ik aan om te gebruiken. Klik er op Download Now, plaats ze in jouw server of plaats ze allebei in jouw server. Start de server op en stop dan jouw server terug opnieuw. Als je dat hebt gedaan, ga je 2 mapjes aankrijgen, zoals de Voting Plugin en Votifier. Zoals je kunt zien, de nu Votifier creëert een mapje Votifier. Dus het is gewoon juist dezelfde plugin, maar een update ervan. Wat ik eerst ga uitleggen is eerst de connectie met Votifier en dan met een bepaalde website, zodat je je eigen server op een website kunt zetten. We gaan in het mapje Votifier, we klikken op config. Als je de config file open doet, ga je het eerste te zien krijgen. Hier staat host. Bij host, blijf daar vanaf. Host moet 0.0.0.0 blijven. Als je er iets van kent, pas het dan aan, maar 0.0 en nog zo verder, laat het gewoon staan. Blijf er gewoon vanaf. Dit is wel een heel belangrijke, de poort. Als je op een online server zit, dus op een online hosting, dan heb je een andere poort dan ik. Ik werk op mijn lokale computer, dus op mijn eigen computer, en dat betekent dat ik de 25565 standaard poort moet gebruiken. Als je dit ook wilt kunnen doen op jouw lokale computer, en je wilt ook dat mensen kunnen voten, dan moet je wel met behulp van een router, dan moet je in je router gaan om dan daar de server te gaan configureren. Dat is al ietsjes moeilijker en dat leg ik eigenlijk uit bij hoe maak je een server. En ik zal die video hier linken onder in de beschrijving, is wel ietsjes moeilijker. Maar, nogmaals, als je op een gehoste server zit, dan moet je hier de poort gaan instellen. Bij je server.pro, dat is een hosting, daar kun je heel makkelijk deze poort kopiëren en plakken. En ik denk dat op alle andere online servers het ook wel is. Je past deze poort aan, je slaat het op met Ctrl-S of je klikt op bestand en dan opslaan. Opslaan als, die staat nu al opgeslagen. En dan start je je server opnieuw op. Het programma wat ik trouwens gebruik om dit allemaal te bekijken is Notepad++. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Nu, omdat we dit al hebben gemaakt, moeten we eerst onze server op een website gaan zetten en ervoor gaan zorgen dat mensen kunnen gaan voten. En dat doe je als volgende. Ik heb nu mijn server eventjes op Planet Minecraft gezet. Hier zie je test YouTube video server. En hier zie je ook nog een fotootje erbij. En hier staat cast your daily vote, Minecraft naam, ik ben geen robot en vote. Dus dan kan je gaan voten. Hoe heb ik dit gedaan? Ik heb mij aangemeld op Planet Minecraft. Ik heb dat al heel vroeger gedaan met een heel oud account nog altijd. Ik ga hier naar servers. Dan zie je dat hier nog altijd Molenaars Game staat. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is mijn oude YouTube kanaal, dat een wat vroeger eigenlijk was. We klikken hier op Share Your Server. En we gaan hieronder, bij jullie gaat een schermpje al openkomen. Als je al een server hebt, gaat hier server staan. En dan komen we op dit scherm. Op dit scherm moet je eigenlijk de titel meegeven. Je moet meegeven welke categorie, welke Minecraft versie, welk land, een foto moet je uploaden. Je moet hier tekst inzetten. Je moet 250 tekens hebben daar, omdat hier blub staat. Je moet bij images en video ook minimaal 1 foto erop zetten. En je moet hier ook nog iets doen. Standaard staat dit bij jullie.
eventjes weghalen. Standaard staat dit leeg en staat hier ip/domein. Omdat ik nu met een video werk, heb ik eventjes mijn domein omgevormd en gaan jullie niet mijn IP direct kunnen zien. En ook voor de mensen die het gaan proberen om het te gaan zoeken, ik zet het standaard uit na een video en jullie kunnen er ook amper op. Dus wat je hier moet gaan zetten is het IP-adres van jouw server. Als je het online host, dan weet je normaal gezien altijd jouw IP-adres. Kopieer en plak dat, plaats het hierin en zet jouw poort hier. Je zet je server op, normaal moet die al werken. Bij mij staat mijn server op. Hier zie je dus dat hij aan het bollen is. En je klikt op Test Connection. Oké, connectie is succesvol gelukt. Amai. En je klikt hier, of je gaat dit aanduiden, de Set MOTD. Je duidt het aan, rechtermuisknop kopiëren. Je gaat naar je servermap. Je gaat in je servermap naar server.properties. Ik open die eventjes met Notepad++. Je scrolt naar onder en hier staat MOTD. Je kopieert, je plakt dit achter je MOTD. Je slaat het op, herstart je server weer een keer. Dit is heel veel keer herstarten. En je klikt dan hier, check my MOTD voor de code. En hup, het is succesvol. Je server is succesvol geregistreerd hier op Planet Minecraft. Als laatste moet je wel nog op save klikken, maar dat ga ik nog eventjes niet doen. Om nu Votifier te gaan connecteren, staat hier heel eenvoudig een tabbladje. Votifier. Ik ga hier eventjes niet op klikken. Ik heb het eventjes toch gedaan om het jullie te laten zien. Het is heel eenvoudig. Je moet hier van boven je IP-adres zetten, daarna de poort en daarna de Votifier public key. De public key, waar vind ik die? We gaan in het mapje van de server, plugins, Votifier, RSA, public key, rechtermuisknop openen met Notepad++. Je kopieert deze volledig, dus kopiëren. En je plaatst deze hierin. En als laatste, als je adres er ook bij staat, klik hier op Test Votifier Connection. En dan is je connectie geslaagd, normaal gezien. Oh ja, vergeet één dingetje ook niet. Vergeet niet op dit te klikken. Dit moet aanstaan. En dan ga je zoiets als dit krijgen. Ik heb eventjes heel diep ingezoomd, zodat jullie mijn IP-adres niet kunnen zien. Succesvol connected to Votifier on your server. En zorg ervoor dus dat het Enable Votifier aanstaat. Eenmaal als dat allemaal klaar is, dan klik je hier op Save. En dan is normaal alles klaar en word je automatisch naar de post verzonden. Trouwens, wil ik nog een dingetje wat ik nog eventjes glad ben vergeten. En ik ga eventjes terug naar de servers gaan. Dat is dat je één dingetje wel ook nog moet bij opzetten. En dat is deze. Je moet dit vinkje, Publish Live, aanzetten voordat mensen eigenlijk kunnen voten. Als je dit uitvinkt, dan kunnen mensen niet voten. We slaan het op en dan zie je dus nu dat ik hier kan gaan voten. Nu maar Jens, waar kunnen we gaan voten? Het staat hier eigenlijk. Vote for them as a top server. Je klikt erop en dan word je doorverzonden naar dit. Zoals je kunt zien staat je Minecraft naam, ik ben geen robot en vote. Maar dat gaan we nu eventjes nog niet gaan doen, want mensen kunnen in het spel zelf nog niet gaan voten. En daarvoor heb je die tweede plugin, de voting plugin, dus nodig. Zoals je kunt zien ben ik eventjes met mijn broers een account online gegaan, omdat ik met mijn account al heb getest en je kan maar om de dag eigenlijk voten, dus het was een beetje slecht uitgekozen. En hetgeen wat je bij mij al gaat zien is remember to vote. Dat komt omdat ik al alles heb klaargezet en alles ook al werkt. Als ik bij mij slash vote ga typen, dan ga je dit te zien krijgen. Standaard zien jullie één diamant, of ja, eigenlijk is het een smaragdblokje met al voting sites. Je klikt erop, bij jou ga je dan niets te zien krijgen. Ook gaat er nog een configuratiescherm bij komen, of back to the vote GUI, en dan heb je een heel menu. Maar zo kan dus iemand gaan voten. Maar dat kunnen we nu eigenlijk nog niet doen. Of ja, jullie kunnen dat nog niet doen. Nu, er zijn ook nog een paar commando's. Als ik eventjes vote help typ, vote help, dan ga je een waslijst van commando's gaan zien. Ik ga ze niet laten zien. Waarom niet? Omdat dit puur een plugin tutorial is om de uitleg te geven hoe je een vote plugin eigenlijk een beetje instelt van de achterkant. En ik ga dus niet alle commando's afgaan. Waarom niet? Er staat eigenlijk wel in het Engels wat uitleg bij. Pak gewoon Google Translate, vertaal het eventjes vlug en dan heb je het erbij. Het is heel makkelijk, want er staat ook bijvoorbeeld vote GUI. Je klikt erop en het komt hieronder te staan. Dus je hoeft niet zelf te typen. Vote reward, je klikt erop. Vote top, dan krijg je de top van alle votes. Vote URL, daar zou ik van afblijven. En ja, dat krijg je dus allemaal. Nu, dat is nog niet alle commando's. Je hebt ook nog de, dat is de foto, de admin vote help. En de admin vote help gaat eigenlijk een hele hoop admin commando's laten zien. Zoals je hier ziet, admin vote, dat is eigenlijk voor een hele hoop dingen te wissen. Dus daar zou ik eigenlijk een beetje van afblijven. Maar ja. Voor de rest ga ik het niet over deze commando's hebben, omdat ik het zegt het gewoon zelf. Dan ga ik nu gaan uitleggen hoe je alles kunt instellen. Je gaat hier naar de voting plugin, je klikt erop en je opent de vote sites. Vote sites gaat eigenlijk
alle websites gaan opsommen waar je kunt gaan voten. Standaard staat er dit in, example vote site met alles erop en eraan. Ik leg jullie allemaal uit hoe je dit kunt doen. Als eerste gaan we de naam volledig gaan aanpassen. Dus we gaan hier de example vote site aanpassen naar, hoe heet die website weer? Planet Minecraft. Dus ik ga hier gewoon heel eenvoudig Planet Minecraft. Oh, dat is QWERTY. Planet Minecraft. We gaan er ook voor zorgen dat deze aanstaat. Dus we gaan in plaats van false toezetten. We slaan ook af en toe op. De naam die er moet voorkomen, dat gaat bij mij niet example vote site, maar Planet Minecraft moeten zijn. Dus Planet Minecraft, ja. De prioriteit, dat betekent als je meerdere hebt. Dus wat je kunt doen is vanaf hier dit allemaal kopiëren. Tot hier, ja. En dan plakken. En dan kun je heel veel sites erop zetten. Maar ik doe maar voor eentje. Ik hoef op zich geen prioriteit in te stellen. Maar als je, hoe hoger het nummer, hoe hoger je in de lijst komt. Dus heb ik nu 5 servers. Of 5 voting websites. Dan komt deze van boven te staan. Dan hebben we de service site. Dan ben ik heel even gaan spieken. Dat is het domein. En het domein is eigenlijk deze. Je ziet bij mij staat er al standaard planetminecraft.com. Dat komt omdat de server Planet Minecraft ondersteunt. Dus daarom dat ik deze heb gekozen. En hier zie je dus Planet Minecraft, dat is puur dit in. Dat is gewoon het domein, die moet je dan hebben om hierin te zetten. Dan staat hier de vote URL. En dat is zoals ik daar juist heb laten zien, als we eventjes terug naar de vorige pagina gaan met alle uitleg. Dan kan je hier dus op vote for them. Vote for them als top server. En dan kom je op de link. Je gaat op de bovenste staan. Je doet de rechtermuisknop kopiëren. En je gaat tussen deze enkele quotes, zoals het noemt, gaan we die gaan plakken. Het gaat er niet zo uitzien. Zo gaat het eruit zien. Dus je ziet dan vote URL en dan gaat alles op één lijntje er zo uitzien. Dus, en dan terug opstaan. Ik ga het even terug zo zetten. Vote delay, dat is het aantal tijd dat er tussen moet zitten. Dus iemand heeft gevote, hij moet 24 uur wachten voordat hij terug kan voten. Standaard staat dat op de meeste websites. Hier is dat ook op deze. Is normaal ook om de 24 uur. En ik denk dat hier niet echt bij staat. Once per day kun je maar op deze server gaan voten. Dus dat staat er ook op. Dan hebben we de vote delay. Vote delay daily. Blijft er vanaf. En ik ga eventjes spieken. Dat is de tijd dat je telkens tussen een vote kunt voten. Wat bedoel ik daarmee? Heel eenvoudig. Als je hebt gevote, het is nu voor mij 9 uur 's avonds, de dag voordat de video online komt. Als ik nu vote en het is middernacht, het is juist 1 na middernacht, dan kan ik terugvoten. Heel veel websites ondersteunen dit niet, dus laat het op vals staan. Dan hebben we ook nog Force Online of Force Offline. Dit moet je ook op vals laten staan, dat brengt anders problemen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat als je nog offline bent en je wilt dan gaan voten, dan dat je wel degelijk je spullen al gaat krijgen. Maar dat zorgt soms voor problemen, dus laat het ook op vals staan, behalve als je het echt wilt. Dan hebben we de diamond. En ik weet het niet helemaal juist, maar als ik even aan de vote UI staat hier de vote shop. En dit is, ja, eigenlijk weet ik het niet. Ik heb er totaal geen idee van wat het eigenlijk juist is. Maar ja, het onderste is de rewards. En heel veel mensen vroegen mij dit. Jens, hoe kun je nu een commando instellen? Wat kan je hier doen? Dus hier staat een commando, say hello, dus van zeg hallo. Maar je kan hier ook bijvoorbeeld hieronder een ding bij maken. Bijvoorbeeld gif, dan moet ik een procent teken. Gif player procent, diamond, dat schrijf je toch zo, en 1. Kijk eens aan, en eventueel een apart berichtje, je hebt gevote. You voted staat in het Engels. Dus dat kan je, zo kan je dus een commando meegeven hieraan. Oké. Dat hebben we nu allemaal aangepast. En ja, eigenlijk wat je moet doen is dit opslaan. Dus je klikt op bestand opslaan of je doet Ctrl-S en je herstart je server. Error, this build is outdated. Please download a new build and as per instructions from bla bla bla. Server will start in 15 seconds. Yay. Nou, dat was interessant. Oh ja, trouwens, ik wil nog eventjes iets bijzetten. De MOTD kan je vanaf nu ook aanpassen. Die kan je terug weghalen. Dat is, ik weet niet waarom het juist moet. Geen idee eigenlijk. Hoppa, test plugins. Dus we gaan even terug op de server. En dan als alles juist staat, komt er hieronder te staan Remember to vote. Voordat ik eventjes helemaal ga verder gaan en ga voten, wil ik eventjes nog iets laten zien. Dus dat sluiten we eventjes. Ik ga eventjes naar de config file. Als we naar de plugin voting plugin gaan en we klikken hier op config, dan gaan we eigenlijk een hele lange config file krijgen. Hier kan je alles aanpassen. Maar om de video niet te lang te maken, heb ik beslist om dit eigenlijk niet uit te leggen. Waarom? Ook weer, alles staat hierbij. Het staat wel in het Engels, open eventjes Google vertalen, kopieer het en plak het hier even in. Dat is eigenlijk het makkelijkste, ik ga niet alles uitleggen, wel op regel 77. Dit is eigenlijk Remember to Vote en dat is eigenlijk het eerste tekstje wat je krijgt, Remember to Vote. Dus dat is al één tekstje wat je kunt aanpassen wat naar de speler komt. Hier hebben we ook nog
andere soort commando's hierin zitten. Als je het totaal opvraagt, eigenlijk is het meer tekst wat je kunt aanpassen naar het Nederlands. Dus dat is eigenlijk alles wat hierin staat voor de rest. Dit is de GUI, dus het schermpje wat je te zien krijgt. Dat is de URL volgens mij. Dus dat, je kan eigenlijk alles gewoon in het Nederlands omzetten. Dat is eigenlijk de hele config-file. En er zijn nog wel wat meer en nog andere verschillende config-files bij Topvouter. Dat is wie heeft het meeste gevouwd. Dat heeft nog niemand gedaan natuurlijk, hoe zou het komen. En rewards. Dit heb ik nog totaal niet bekeken. Ik heb het juist voor de video eventjes bekeken. En dit zijn rewards die je aan spelers kunt geven. En dit zijn ook allemaal uitleg. Ik heb het nog niet bekeken zelf. Dus daarom dat ik het ook niet ga uitleggen. Maar ja, we gaan het dus gaan testen. Dat is het laatste puntje. Wel, we gaan het dan eens testen. Staat in mijn voorbereiding. Ik typ /vote. En dan gaan we normaal gezien als je op links gaat klikken. Gaan we hier Planet Minecraft. En dan zie je planetminecraft.com. Blablabla. Dat is al één vote website. Als ik gewoon op vote nog een keer duw. En ik klik hier bijvoorbeeld op, dan kan ik op één van die twee linken klikken. Ik klik erop en dan gaan we hier te zien krijgen dat die geopend wordt. En dan kunnen we onze Minecraft naam, en ik moet altijd spieken wat mijn broer zijn naam juist is. Dus jarjar 0100. Ik ben geen robot, ook al kun je een robot eigenlijk op je muis laten klikken. En voor, we gaan hopelijk iets te zien krijgen. Dat is jammer. Ik heb daar straks al getest gehad. En ik heb met mijn account dan gedaan met Jensie 1996 en niet met mijn broer, maar omdat het op hetzelfde IP-adres is hier in het huis, kan ik het jullie jammer genoeg niet laten zien. Maar ik verzeker jullie, het werkt. Ik heb het getest gehad met mijn account en dat werkte, maar omdat ik op hetzelfde IP-adres zit hier in mijn thuis, kan ik het niet via mijn eigen, blijkbaar niet met mijn broer zijn ding doen. Nou, dat is jammer, maar het werkt wel, dus alles is nu opgesteld. We kunnen dus naar de voting site gaan. Ik heb jullie uitgelegd hoe je op Planet Minecraft een server aanmaakt met voting, met Votifier. We hebben alle instellingen aangepast, we kunnen alles binnenkrijgen, we hebben commandos opgezet. Dus we hebben eigenlijk een hele hoop gedaan. En dat allemaal op rond de 20-tal minuutjes. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik heb natuurlijk niks van de config-file uitgelegd, omdat het puur vertalen is. En normaal gezien moet je ook alles aankrijgen op de server. Is er toch iets dat je niet aankrijgt of zo, dan probeer ik het voor jou uit te gaan zoeken. En dan ga ik het een beetje gaan zoeken wat ik eventueel misschien toch heb fout gedaan. Normaal gezien klopt alles wat ik heb gezegd. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Ik ben heel blij dat ik dit eigenlijk heb gevonden. Hoe je dit kunt doen. Ik moet even kijken als mijn opname nog werkt. Ik vind het eigenlijk heel fijn dat ik het zelf heb gevonden hoe je dit kunt doen. En vanwege die heel veel reacties, zoals Hotsie Knotsie, die blijkbaar 1 week geleden nog heeft gevraagd. Ik heb er totaal niet op geantwoord. Mijn excuses. Electro Gaming, sorry, ik heb het ook niet opgestuurd. Hallo, welkom Dolfje07. Ik zal jouw reactie nu eventjes beantwoorden. Of toch nog niet. En ook Tim 2.0, die ook nog geantwoord heeft. Dus dankzij hem heb ik eigenlijk deze video opgenomen. Dus heel veel bedankt. Dus wat ik ga doen, is hier een hartje geven en een blauw duimpje. Dus ja, ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een zwart duimpje mochten doen, want ze zijn niet meer blauw en ik haat het. Maar ja, en druk ook in één keer op dat rode abonneerknopje, zodat het niet meer rood is. Want ik wil dat... Ja, dat is wat, dat rood. Eigenlijk is rood mijn lievelingskleur. Nee, niet rood laten. Klik ook in één keer op dat... Bel ik gewoon, want dan krijg je een notificatie wanneer er video's online komen van mij. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie sowieso bij een volgende video. Doei!